De kersverse AZ-spits Shota Arveladze was gisteravond in Hensbroek de grote afwezige in de oefenwedstrijd tussen AZ en het polderelftal. De spits bleek de afgelopen week illegaal in Nederland te zijn en moest daarom hals over kop terug naar Georgië om zijn papieren in orde te maken. In afwachting van die documenten traint hij mee met zijn oude club Dynamo Tbilisi. Ook zonder Arveladze won AZ gisteren eenvoudig met 8-0 van het streekelftal. Arveladze heeft problemen met zijn verblijfsvergunning. Dus die is vanmorgen op het vliegtuig gestapt naar het land van herkomst, Georgië, om dat te gaan regelen. Behalve Arveladze moest AZ het ook doen zonder de zieke Henk Timmer, Danny Landsaat en Jan Kromkamp. Paes Iketja moest eerder deze week al afhaken vanwege een blessure. Ali El-Khattabi was er wel bij. Hij besloot toch bij AZ te blijven. De jonge AZ-held Ron Vlaar, die nog genoot van zijn vakantie, verrichtte de aftrap op het terrein van zijn oude club Apollo 68, waar hij om de hoek woont. Ja, dat klopt, ja. Waar woon je precies? Ja, daar op de hoek. Vanuit mijn zusjeskamer kon ik ook de wedstrijd gaan bekijken, maar dat is natuurlijk niet leuk. En hier zijn ook al mijn vrienden, dus het is makkelijk om dan hier te gaan. En dus kon Ron Vlaar vanaf de kant genieten van de eerste wedstrijd van AZ. Telt u even mee. 1-0 door Stijn Huizigums met het hoofd. Dan opnieuw Huizigums, maar het is Koevermans die de bal over de lijn tikt. 2-0. Dan Ramsey, 3-0. Koevermans met het hoofd, 4-0. Ramsey, 5-0. Dan de tweede helft met El-Khattabi, 6-0. Koevermans met het hoofd, 7-0. En uiteindelijk El-Khattabi opnieuw, 8-0. En de trainer die is tevreden. De tegenstand was niet dusdanig dat je nu halleluja moet roepen. Maar de eerste indruk? De eerste indruk is goed geweest deze week. Dan nog even terug naar Jan Kromkamp en Danny Landsaat. Laatstgenoemde zou rond zijn met Birmingham City, maar AZ wil voorlopig niet meewerken aan een transfer. En Kromkamp zag deze week zijn overgang naar Valencia in het water vallen. Hij hoopt nog wel op een vertrek naar FC Porto. Maar Louis van Gaal denkt dat Kromkamp en Landsaat gewoon bij AZ zullen blijven. Nou, ik dacht niet dat Jan Kromkamp voor AZ behouden zou worden. Maar het ziet er naar uit dat hij behouden blijft. En daar ben ik heel blij mee. En hetzelfde geldt voor Danny Landsaat. Omdat wij niet hoeven te verkopen. Wij willen helemaal niet verkopen. We willen integendeel die contracten openbreken. Want we willen nog een aantal jaren vooruit. Sluiten we af met het weer.